De archeologische werkgroep Leidschendam-Voorburg bestaat al een behoorlijke tijd. De Voorburgse club komt al meer dan 30 jaar bij elkaar, sinds 1985. En sinds een aantal jaren zit Leidschendam ook hier erbij, omdat de gemeentes zijn gefuseerd. Onze werkgroep heeft ruim 60 leden en komt elke week bij elkaar op woensdagavond, zijn onze werkavonden. En dan zijn we druk bezig met vooral het uitwerken van oud onderzoek. Er ligt nog heel veel op de plank wat nog aandacht behoeft uit het verleden. En dat wordt dus gedetermineerd, beschreven, gefotografeerd, soms gerestaureerd of naar een restauratie opgestuurd. Een amateur woont soms al decennia lang op dezelfde plek en houdt zich en weet precies van wat waar is gevonden en dat er dus daar ook kans is om iets vergelijkbaars te vinden. Die informatie wordt ook door beroeps wel opgevraagd als ze bijvoorbeeld met een vooronderzoek bezig zijn, omdat er ergens gebouwd gaat worden. De vrijwillige archeologen zijn ook heel belangrijk voor de brug naar het publiek. Bij de opgraving van Leidse Hagen hebben ook mensen van ons meegegraven en meegeholpen met rondleidingen geven en informatie geven aan al het publiek wat natuurlijk komt kijken. Ik vind het echt heel fijn om met archeologie bezig te zijn. Ik doe het echt al heel lang, sinds mijn 15e. Ik ben als ukkie hier bij de werkgroep gekomen, maar ik heb me hier altijd heel erg thuis gevoeld. En zeker het Romeinse materiaal, dat interesseert mij heel erg. Forum Hadriani en bijvoorbeeld Romeins aardewerk zoals Terra Sigillata, ja, daar word ik echt heel gelukkig van.